Ja, Anton. Ja, maar wat voor gevoel sta je nu hier? Nou, met een... Aan de ene kant is er wat teleurstelling, hè? Dat we niet over eerste overwinning binnen hebben behaald. Want daar zag het eerste 20 minuten wel naar uit. Snelle voorsprong en het stond allemaal prima. Nou, die rode kaart, dan wordt het weer een heel andere wedstrijd. Dus aan de ene kant een kleine teleurstelling. Aan de andere kant ook wel trots op de ploeg. Dat we overeind zijn gebleven. En ook een resultaat hebben behaald. En weliswaar valt hij in de 86e minuut. We zijn in die hele wedstrijd zo eigenlijk lang overeind gebleven. Enerzijds door prima verdedigen van het hele team. Anderzijds ook door wat geluk. Maar goed, je kreeg wel even het gevoel dat het de goede kant op ging. Dus aan de andere kant is er ook een heel trots gevoel op de ploeg. Ja, het moment van de wedstrijd, dat zul je vaker vandaag gehoord gekregen hebben, is natuurlijk het moment van Christophe Heimlein. Ja, absoluut. Absoluut, dat is... een rode kaart is altijd heel vervelend, op deze manier ook. En dan zo vroeg in de wedstrijd. Ja, Christophe is een jongen met veel temperament. En die soms ook wat door het temperament, soms wat onbeholpen in zijn acties. Zo kennen we hem, zo kennen we hem op de training ook. Dat is bij alle twee die gele kaarten was dat eigenlijk een beetje het geval. Er zit totaal geen opzet bij, want zo is het, er zit geen kwaad in die jongen. Dus het is heel ongelukkig. Aan de andere kant, ja. Je bent prof en je moet zorgen dat de onbeholpen acties uitblijven. Voor je de rechte gele kaart? Vooral die tweede? Ik denk dat alle twee de gele kaarten gegeven kunnen worden. En die tweede, dat zou je ook anders af kunnen doen, denk ik. Je ziet, zoals wij hem kennen, dat het een onbeholpen actie is. Omdat hij de bal met de voet wil spelen, terwijl een kopduel eigenlijk veel logischer is. Ja, die jongen loopt dan tegen hem aan en dan ziet het er wat, ernstiger uit. Maar dat valt allemaal reuze mee. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat de scheidsrechter de kaart geeft. Ja, de reactie van Heimlein dan, vooral met de rust, die was toch wel fel, hè? Naar de heer Bramaar. Nou, dat viel mee. Dat viel mee. Kijk, dat hij daar staat en een verhaal wil halen op zijn manier, ja, dat is niet goed. Maar je ziet ook dat hij gelijk gekalmeerd wordt door de spelers en Wilfried Broekhuis was er volgens mij bij, Ton Spaan. En dat hij meteen gekalmeerd wordt en dat hij dat ook meteen begrijpt. En goed, zoals ik zeg, er zit geen kwaad in die jongen. Dus wat dat betreft is er niks ernstigs aan de hand. Alleen ja, het is wel zeer vervelend dat we een rode kaart en dat we met 70 minuten met 10 man staan. Kun je de wissel van Jansjo nog even toelichten, waarom dat was? Ja, Jacob die kreeg voor de rust kreeg hij eigenlijk twee tikken. Eentje tegen zijn heup en eentje op zijn hamstring. Dus hij gaf in de rust aan. Nou, ik ben bang eigenlijk dat ik niet door kan. Ik ga het nog proberen. Dat ging niet weg. Dus die moest gewisseld worden. Hetzelfde was eigenlijk met Jeffrey. Jeffrey zat er totaal doorheen en gaf aan dat hij het heel moeilijk had. Dus ook vandaar die wissel. Komt tot slot een lastige periode voor je aan nu. Hè? Hoe beseft de groep dat? Wat is het besef bij jou daarin? Nou ja, een lastige groep. Ik denk dat je doelt op de tegenstanders. En dat is op papier ook zeker zo. Wij hebben tegen elke tegenstander moeilijk. Maar we zijn ook moeilijk te verslaan, denk ik. Zoals we bewezen hebben. Natuurlijk is dat op papier zo. Maar ik denk dat wij ons moeten richten op het ontwikkelen van het team en het ontwikkelen van de speelwijze. Ik denk eigenlijk dat we vandaag dat prima hebben gedaan, zoals de eerste 20 minuten was. Maar ook zoals we 70 minuten overeind blijven. Ik kan me ook heel andere scenario's voorstellen als je op deze positie staat. Dat je na misschien zoveelste tegenslag, dat je helemaal in elkaar klapt en dat je met een nederlaag hier weggespeeld wordt. Dat is absoluut niet het geval. We hebben zelfs nog een goede kans gehad op overwinning op het laatst. Dus wat dat betreft een positief gevoel over deze wedstrijd. En die moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden.